Het was afgeladen vanochtend in de Wisseloord Studios in Hilversum, waar Anouk's nummer werd gepresenteerd. Helaas nog geen live performance van het nummer, maar van band. De deelname van Anouk aan het Liedjesfestival werd lang niet door iedereen in haar omgeving begrepen. Nou, ik heb wel veel commentaar gehad. Ja, ook natuurlijk van de mensen om me heen. Maar ik heb, ja... Waarom? Wat doe je daaraan? Omdat de meeste mensen het gewoon een stom festival vinden. Anouk heeft er het volste vertrouwen in dat ze met haar nummer ver kan komen tijdens het Songfestival. En mocht het nou toch een fiasco worden, dan is er voor Anouk nog geen man overboord. Wat kan er nou nog misgaan? Alles wat mis kon gaan, is al misgegaan. Hoezo dan? Hoezo dan? Nou ja, ik bedoel eerlijk toch, in dit afgelopen 17 jaar. Ik denk, wat kan er misgaan? Ik ga er niet minder op zingen. Ik ga er niet slechter door schrijven. Dus nee, dat, ik denk dat het wel meevalt. De muziekkenners waren vanochtend in ieder geval al enthousiast over Birds. Ja, heel pakkend. Heel sfeervol. Een beetje eng ook bijna. En dat vind ik mooi. Grap is wel, ik hoorde het voor het eerst bij Anouk thuis notabene vorige week. Dus ook heel bizar. Dan zit je daar in haar woonkamer. Ze zat intussen de nagels te veilen en het nummer stond loeihard aan. En dan denk je, shit, ik hoop maar wel dat ik het nu wat vind. Want het is niks erger, want ik ben wel eerlijk dat je dan daarna moet zeggen. Maar gelukkig, ik was er meteen door geraakt.